Oké, beste mollenjagers, ik heb jullie van heel nabij gevolgd de laatste weken. Ik heb al jullie fora mee in toog gehouden, ik heb al jullie podcasts bekeken. Ik heb heel veel schrik gehad dat jullie heel snel op mij zouden doorhebben. En dat is achteraf gezien, zitten heel veel van jullie ook op mij. Dus heel goed gedaan, denk ik dan. Het is heel spannend geweest. Ik had van jullie het meeste schrik. Ik had echt van jullie het meeste schrik. Het was een ongelooflijke ervaring. Het was echt een van de mooiste dingen die ik gedaan heb in mijn leven. Heel spannend, heel tof, heel intrigerend ook zo. Van de eeuwige twijfel, ben ik juist, ben ik niet juist. Dat was om eigenlijk gevoelens die niet zo intens zijn in 3 weken, dat je in een bepaald deel van je leven gewoon niet meemaakt. Zo'n soort dingen. Ik heb ook natuurlijk de podcast gevolgd. Ik heb altijd gekeken. Soms wel verschoten van de hints zo van nee, toch totaal niet. Vooral de beste dat ik vond was die met het t-shirt Always Stay. Dat was dus totaal niet de bedoeling. We hadden net onze was binnengegeven en ik had eigenlijk maar 1 t-shirt met lange mouwen en dat was dat. Ik had ook niet gekeken wat daarop stond en ja, ik sta meestal af van een tijdstaak zo, dus dat was dan Always Stay en dat was nee, maar toch wel dat vond ik wel zo Twitter ontploft. Dus heb je die t-shirt gezien? Dus toen ik in die auto zat en ik aan de walkie-talkie mocht komen en Cathy kreeg, toen wou ik die niet hebben en iedereen dacht van ah ja, dat is omdat dat ik naar Bruno vroeg, dat dacht iedereen van ja, dat is omdat ze zeker weet dat Bruno de Mol niet is, maar dat was eigenlijk omdat ik toen wel op Cathy had ingezet en dat ik eigenlijk kwaad was dat Cathy de Mol niet was en toen in heel stresserende situaties en ja, met het vooruitzicht van een ontploffing te hebben en een verfboom op mij, dat was trouwens geen echte verf, dat was yoghurt, gekleurde yoghurt. En toen wou ik gewoon iemand hebben die ik kon vertrouwen. En op dat moment vertrouwde ik Bruno nog heel erg. En dan vroeg ik naar Bruno. Nadien, toen ik het op tv heb gezien, toen heb ik Bruno wel heel erg verdacht. Maar op die moment nog niet. Toen vond ik... en eigenlijk, toen ik in het vliegtuig zat naar huis, ik had een uur geslapen, want toen in de auto was ik echt peutmoe en ik had nog niet veel geslapen. Maar toen op weg naar huis in het vliegtuig, ik had een uur geslapen en ineens, ik werd wakker en ik wist, Gilles is de mol. Maar ik heb dat eigenlijk toen gedacht om de verkeerde redenen. Want voordat wij moesten gaan zitten, toen heeft Gilles mij echt een dikke knuffel gegeven en hij zat ook naast mij toen dat de namen werden afgeroepen. En toen dat mijn naam werd afgeroepen, die nam echt mijn hand vast en die heeft in mijn hand geknepen. En daardoor dacht ik van, op die moment van, die Gilles die wist gewoon dat ik moest afvallen. Ik heb hem dan nadien gevraagd, nu onlangs, en dat blijkt helemaal niet het geval geweest zijn. Die wist helemaal niet dat ik ging afvallen. Maar daardoor heb ik dan wel even gedacht dat Gilles was. Totdat ik de beelden op tv zag en dacht dat Bruno was natuurlijk. Maar, ik ben een tijd verdacht geweest in de mol. Dus ik ben ook een tijd de mol geweest voor heel veel mensen. Wat dat bij mij heeft gedaan, dat was wel vrij vreemd, want ik heb eigenlijk in het programma zeer weinig gedaan om mijn eigen verdacht te maken. Er zijn een hoop hints verschenen en jullie hebben die ook wel echt gevonden. Maar die hints zijn er eigenlijk puur toevallig ingestoken. De productie heeft daar niks voor gedaan. Dat was een pure toevalligheid. En zoals dat in het leven gaat, is toeval ook een heel groot deel van het leven en ook van het programma De Mol. Ik heb zelf bewust niet veel gedaan om het te saboteren. Enkel de laatste aflevering, toen ik dat broodje niet heb kunnen opeten, we hadden juist gegeten daarvoor en ik had een smoothie als dessert gevraagd. Ik dacht dat dat een kleine was. Die was gigantisch groot. Ik heb hem toch, zoals dat mijn ouders mij hadden geleerd, van eet uw bord op, helemaal opgegeten en mijn maag was volledig vol. Ik had het wel gekunnen, maar ik heb het niet gedaan. Het was ook niet echt op het juiste moment, want mijn verdachtmaking op dat moment speelde eigenlijk geen rol, want op dat moment lag ik eruit. Buiten daar moet ik zeggen dat ik gigantisch heb genoten van mijn deelname. Ik heb er helemaal geen spijt van. Dus jullie fans, als jullie willen inschrijven voor de volgende mol, moet het zeker doen. Ik heb ook genoten van de podcast. Ik heb het elke week gevolgd. En ik heb wel moeten lachen met alle verdachtmakingen die erin voorkwamen. Het was het spel en ik heb het spel gespeeld. En ja, ik zou het spel nooit anders gespeeld hebben dan wat ik nu gedaan heb. Maar het was ook niet de echte kat die je gezien hebt op tv. Absoluut niet. En ik denk dat mijn mede-kandidaten dat ook wel ondertussen al bevestigd hebben dat dat zo is. En
Thank you.